Lennart Teugels, vandaag is misschien wel iets voor jou op je lijf geschreven, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Zeker de lus die erbij komt in Overijssel is wel echt iets wat ik graag doe, dus kijk er naar uit. Jouw seizoen is toch al een beetje geslaagd, denk ik, met een overwinning in Griekenland. En ja, er kan iets moois bij komen misschien vandaag, hè? Ja, absoluut. Ik heb zo een beetje het gevoel, een eerste UCI-overwinning, dat dan zo een beetje ja, de carrière als prof geslaagd is, om het zo te zeggen, dat je toch al iets bereikt hebt. Natuurlijk moest er nog eentje kunnen bijkomen, zou ik het zeker niet laten liggen. Heeft Danny de Bie iets speciaals bijgegeven bij jou? Danny is eigenlijk bijna een vriend geworden voor mij. Kom er enorm goed mee overeen. Ik heb er veel van geleerd ook, dus dat is zeker een meerwaarde voor mij, ja. Waar gaat vandaag de ontknoping van deze wedstrijd plaatsvinden? Ik denk dat toch op de plaatselijke ronde pas echt uit elkaar zal vallen. Heeft Peter Bouwens toch iets meegegeven aan jou? Peter geeft altijd veel dingen mee, dus we zullen straks zien wat opbrengt. Boterhammen? Ja, taartje. Oké, veel succes. Dank u.